Meneer Kronenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Ooit gedacht dat u nog zou meemaken dat Finland en Zweden zouden toetreden tot de NAVO? Nee, zeker niet. Waarom niet? Nou ja, omdat dat absoluut niet aan de orde was tot voor kort, zou je kunnen zeggen. Maar ook niet in de periode dat ik zelf bij de NAVO zat. We hadden wel een Partnership for Peace met beide landen, zoals de NAVO dat met veel landen had en nog steeds heeft. Ja. Maar dat ze ooit lid zouden worden, dat had niemand kunnen bevroeden, denk ik. Zij zelf trouwens denk ik ook niet. Nee, dus dit kun je historisch noemen? Dat is zeker historisch voor beide landen, maar ook historisch voor de NAVO. Dat was mijn volgende vraag. Voor wie is dit nou het meest historisch? Nou ja, zeker ook voor de NAVO. Omdat hier natuurlijk een hele belangrijke uitbreiding plaatsvindt van de NAVO naar de Noordflank. Naast Noorwegen komen natuurlijk Zweden en Finland daarbij. En ja, in één klap wordt de grens, zeg maar, die de NAVO heeft, of de NAVO-landen hebben met Rusland, wordt verdubbeld. Die gaat naar bijna 2500 kilometer, omdat Finland toetreedt. Ja, dus het geopolitieke landschap verandert ingrijpend. Verandert enorm. En het is denk ik ook heel erg van belang voor de Baltische landen, die natuurlijk wat afgelegen liggen, zou je kunnen zeggen. Maar door de toetreding nu van zowel Zweden als Finland, ja, komen die bondgenoten een stuk dichterbij. En dat is voor die Baltische landen heel goed nieuws. Ja. Omdat mocht er zich een keer een situatie voordoen, een noodsituatie, ja, dan zijn we er vrij snel bij, denk ik. Ja, NAVO. Want de buren uit het NAVO-bondgenootschap zitten dan om de hoek, letterlijk. Absoluut. En figuurlijk. Ja. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dankjewel. Is het ook link? Nee, ik denk het niet. Helemaal niet? Nee, nou, het is een goede versterking van de alliantie. En ja, het is misschien link voor Rusland, maar niet voor de landen waar het om gaat. Ook niet voor ons? Ook niet voor ons. Maar er kwam toch vanochtend tamelijk dreigende taal vanuit Moskou, de onderminister van Buitenlandse Zaken, ik zei het net al. Die zei, dit gaat verstrekkende gevolgen hebben. Wij zullen er directe dreiging tegenover plaatsen. Wat betekent dat eigenlijk, directe dreiging er tegenover plaatsen? Ja, ik weet niet waar ze dan aan denken. Je kan natuurlijk je wapens wat meer naar voren schuiven, meer richting Zweden en Finland, zeker richting Finland. Maar ja, dat verandert niet zo heel veel aan de huidige situatie. Want ja, de Russen kunnen, als ze dat willen, nu natuurlijk ook al met de raketten die ze hebben van iedere afstand, zeg maar, beide landen bereiken. Dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Behalve als je zegt dat die grens van 1300 kilometer tussen Finland en Rusland, als de Russen daar allerlei zwaar wapentuig aan de grens gaan parkeren, inclusief manschappen, is de kans op een incident natuurlijk een stuk groter geworden. Ja, die wordt groter, maar aan de andere kant, kijk, de Finnen weten natuurlijk al heel lang waar ze mee te maken hebben aan hun grens, aan hun oostgrens. En die grens is heel erg goed verdedigd. Finnen hebben daar enorm veel artillerie staan. Het hele gebied is denk ik ook helemaal volgelegd met mijnen. Mm. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen bijna dat het een van de best bewaakte grenzen nu is, of gaat worden, van de NAVO met Rusland.